Kitty, aanstaande zaterdag de finale van Big Brother 2022. Ja, Nooshin is er helaas uit. Betekent dat dat jouw stem zaterdag naar Salar gaat? Ja, helaas is Nooshin afgevallen en dan gaat zeker mijn stem naar Koning Salar. Want ja, dat weet je, die heeft echt, vind ik, Big Brother 2022 wel een heel bijzonder sausje gegeven. Want ja, zijn humor, zijn manier van doen, ja, daar moet je eigenlijk haast wel van houden. Tenminste, dat vind ik. En die mening hoeft niet gedeeld te worden, maar ja. Voor mij is Salar, nadat Nooshin vertrokken is, de winnaar. Zou hij jouw zoon mogen zijn? Dan voor mij wel, ja hoor. Hij past prima in het rijtje. Het had de tweelingbroer van mijn oudste zoon kunnen zijn. Net zo'n ijdeltuit. Oh ja, heb jij ook veel spiegels in huis? Nou ja, hij woont niet meer thuis, maar het is ook er wel eentje die al zo'n heel klein ventje met een pot met gel voor de spiegel stond. Even terug naar Salar. We moeten wel toegeven dat hij helemaal in het begin zich toch totaal anders gedroeg, hè? Want ik had in het prille begin zoiets van. Nee, Salar, dat gaat het niet worden. Wat is die man in positieve zin veranderd? Nou, weet je, daar hebben we het van het weekend nog even over gehad. Ik vind, tuurlijk is hij wel veranderd, maar ik heb eigenlijk, in de eerste instantie toen hij binnenkwam, samen met Mawel, had ik iets van, waarom zijn er niet wat meer ouderen binnengekomen? Maar ja, ik vind van Salar, ik heb dat nooit zo heel erg gezien. Ik kon de speler Salar en de mens Salar kon ik heel goed de scheiding van zien. Het is wel zo dat in de loop van het proces dat een beetje met elkaar versmolten is geraakt. En waardoor die, dat kan ik me voorstellen dat die daardoor voor de mensen leuker geworden is.